Net de Eindhovenaren Nick, Dorien en Corrie bezoekt Studio 040, de Dutch Design Week. Ik ben Nick Wijnboer, ik ben 20 jaar oud. En ik werk bij VDL IM Brandvoort, waar ik de montage doe over het algemeen. Ik ben Corrie, ik woon al heel lang in de bergen in Eindhoven. Ik ben 75 geworden net. Ja. Ik ben Dorien Albers, ik ben inmiddels 66 jaar en ik woon al, denk al 50 jaar in Eindhoven. Het designwereldje staat normaal gesproken ver van ze af. Maar voor Studio 040 wilden ze hun licht wel laten schijnen over de ontwerpen. Wat slaat aan en waar geloven ze niet in? Wat is beter dan van een paar oude spullen iets moois nieuws maken? Zou heel goed zijn voor mij. Ik ben heel snel afgeleid. Toch een beetje ver van je bedshow misschien dit? Nogal. Deze keer bezoeken Nick, Corrie en Dorien een wasstraat in Barbie-stijl. Wat zou ik eens uitvatten? Of is het nou een winkel? Eens kijken wat hier de diepere betekenis achter is. Dit is viezig. Dus welcome to the greenwash. Here we turn the forgotten surplus of overconsumption into new yummy fashion pieces. Oud spul inleveren en nieuw spul creëren uit dat oude spul. Ze noemt één ding een tracksuit trainingspak. Is een stukje trainingspak, maar ook een stuk van een kostuum. Dat vond ik heel goed bedacht. Kijk, alles wordt duurder. Dus wat is beter dan van een paar oude spullen iets moois nieuws maken? Stel dat jij 3 stukken uit je eigen kledingkast hier naartoe zou brengen, die zouden ze vermaken tot 1 nieuwe. Zou dat iets voor je zijn? Eigenlijk niet. Dat is... Why not? Ja, omdat als kleding moet, mijn kleding heb ik omdat het lekker zit, moet fijn zijn. Als je graag gaat sleutelen, is dat nog wel perfect. Ik weet niet of ik het zelf zou doen, maar ik denk, ik kan wel dingen brengen en misschien maakt iemand er toch wel blij mee. Dan, behalve in zo'n anonieme container doen, weet je niet wat ermee gebeurt. Sometimes we cut, sometimes we don't have to cut. It's all about using the material and see what it needs to be done for making it new and wearable again. Tweedehands tandjes en een flower. Dus nogal meer hoor. Een soort snoepwinkel voor de fashionista. Fantastische kast dit. Why is everything here pink? Because it's the best and most inspiring color there is. Is jou een beetje te gek eigenlijk? Plus minus, komt er wel op neer, ja. De laatste deelnemer die ze bezoeken is New Crafts in Microlab. Meerdere technieken, 1 eindresultaat. Maar of dat concept ook bij ons drietal aanslaat, zien we vrijdag.